onder ons de uitgestrekte weilanden en bossen van het mooie Twentse landschap. Dit keer bezoeken we een historische havezate. Door de eeuwen heen kende Twente veel havezates, maar de meeste zijn helaas verdwenen. Havezates waren versterkte edelmanswoningen en kwamen het meest voor in de buitengebieden en op het platteland. Een beetje verstopt aan de Duitse grens ten noorden van Lathrop bevindt zich nog een havezate in zijn oorspronkelijke staat. Ik heb het over het prachtige huis te Brekkelenkamp. In deze aflevering zien we het huis met tuinen en park anno 2020. Het landgoed, ruim 15 hectare groot, wordt bewoond door Matthijs en Gerry van Rooy. Zij kochten het uitgewoonde pand in 1991 van de Nederlandse Jeugdherbergcentrale. Het huis heeft veel eigenaren gekend, maar we beperken ons tot de meest belangrijke. Naast de familie Van Rooy zijn in de voorbije eeuwen de familie Moerbekke, de Bentings, Segers en Van Heek zeer belangrijk geweest voor het ontstaan en behoud van de havezate. Om de oorsprong van Brekkelenkamp te achterhalen, moeten we terug naar de 14e eeuw, toen de Duitse adellijke familie Moerbekke zich in Twente vestigde. Begin 15e eeuw werd Johan Moerbekke beleend met de hoeve Thuis to Brekkelichem. Een eeuw later, in 1572, bouwde de familie op de plaats van het Thuis een edelmanswoning, een havezate die het Moerbekkenhuis genoemd werd. Hier ligt de oorsprong van het huidige huis te Brekkelenkamp. De Moerbekkers kregen te maken met de 80-jarige oorlog die in dit deel van Twente zeer heftig is geweest. In die tijd bleef er weinig over van het buurtschap. Er woonde niemand meer. Arend Moerbekke was de laatste Moerbekke die op Brekkelenkamp woonde. Hij had er ondanks de verwoestingen van de oorlog voor gezorgd dat het huis bewoond bleef. Vanwege afspraken die zijn familie had gemaakt met de Bentings, liet hij het huis na aan zijn zwager Everard Bentink en vertrok zelf naar bezittingen in Duitsland. Zo werd Everard Benting heer van Brekkelenkamp. Omdat hij voormalig officier in Spaanse dienst was geweest, werd hij uitgesloten van het ridderschap en bestuurlijke functies. Toch wist hij ondanks deze beperkingen samen met zijn vrouw en hun nazaten het goed uit te breiden tot zo'n 185 hectare. De Bentings zijn belangrijk geweest voor Brekkelenkamp. Ondanks de 80-jarige oorlog en de reformatie wisten de katholieke Bentings het bezit te behouden en te vergroten. Ook zijn veel van de verbouwingen uit de 17e eeuw nog steeds in hun oorspronkelijke staat aanwezig. Brekkelenkamp was dankzij de Bentings zowel in de 17e als 18e eeuw een toevluchtsoord voor de vervolgde katholieken uit Lathrop die er hun diensten mochten houden. Het klokkentorentje op het huis herinnert hier nog aan. Wanneer de kinderloos gebleven Herman Otto Bentink in 1796 overlijdt, wordt het huis door zijn weduwe in 1805 publiekelijk verkocht en komt het even later in bezit van Johan Hendrik Segers, destijds burgemeester van het nabije Lage.
Hij liet het huis in 1820 en 1844 verbouwen en zo kreeg de havezathe zijn huidige symmetrische vorm. Johan Segers overlijdt in 1863 en wordt begraven op het landgoed. De familie blijft het 185 hectare landgoed in stand houden, totdat dochter Heloïse in 1900 overlijdt en naast haar vader wordt begraven. In 1902 wordt het landgoed door de erfgenamen in delen verkocht, waardoor het uiteenvalt. Het overgebleven huisperceel van 4 hectare komt in bezit van Twickel, die er echter weinig aandacht aan besteedt, waardoor het huis in verval raakte. Het graf van Johan Segers en dat van zijn dochter Heloïse zijn nog steeds op het landgoed aanwezig en bevinden zich in de bomenlaan aan de noordkant van het huis. Heloïse was zeer gehecht aan het huis en heeft er lange tijd alleen gewoond. In de volksmond spreekt men dan ook over de weduwe van Brekkelenkamp, wiens geest nog steeds ronddwaalt bij het huis. Het huis leek in 1942 onherstelbaar beschadigd toen het van de ondergang werd gered door textielfabrikant Arnold van Heek. Hij liet het huis grondig restaureren en droeg het later over aan de Nederlandse Jeugdherbergcentrale. ...43 jaar lang heeft de havezathe gediend als jeugdherberg. Vanwege de hoge onderhoudskosten en de teruglopende markt verpauperde het wederom en werd het in 1991 te koop aangeboden en gekocht door de familie Van Rooy. Vol toewijding brachten de Van Rooys het huis, volgens nog oude bestaande bouwtekeningen, terug in zijn oude staat en zo werd de havezathe weer een woonhuis. Ook het landgoed om het huis werd onder handen genomen. Zo kwamen er gebouwen bij en werden er weer een boomgaat, ziertuinen, een park en nieuwe bomenlanen aangelegd. Zo zien we aan de noordzijde van het huis de ziertuinen en in de achtergrond de in 1997 gebouwde orangerie met zijn oranje en citrusbomen. Ook aan de orangerie is veel zorg besteed, mede te zien aan de mooie beschilderingen op de boeien. In de ziertuinen is het goed vertoeven, maar ook elders op het landgoed kun je genieten van de serene rust. In de loop der jaren kon men aanliggende percelen grond, die voor 1902 bij het huis behoorde, terugkopen en sinds 2009 beslaat het landgoed zo'n 15,5 hectare. Hoewel het landgoed niet is opengesteld, komen er jaarlijks toch circa 1500 bezoekers naar de openbare concerten en evenementen. Deze worden georganiseerd door de Stichting Huis te Brekkelenkamp, die is opgericht ter bescherming en behoud van het landgoed en het huis. MUZIEK
Natuurlijk is er meer te vertellen over de restauratie van het huis en landgoed, maar dat zou te lang gaan duren. Voor die gedetailleerde informatie verwijs ik u naar de website van Huis te Brekkelenkamp. Dat de aanpassingen van de afgelopen jaren met historisch besef zijn uitgevoerd, blijkt wel uit het register Rijksmonumenten, waarin Brekkelenkamp wordt omschreven als een zeldzaam gaaf gebleven voorbeeld van een Hollands klassicistische aanleg. Een beter compliment kan men niet krijgen. In het huis bevindt zich een grote zaal met een schouw uit 1731, een kantoor met archief en de opkamer waarin de bibliotheek gevestigd is. In deze kamer bevinden zich ook de prachtig herstelde plafondschilderingen uit de 17e eeuw. In de achtergrond zien we de in 1995 herbouwde kapscheur. In 2004 werd in de moestuin, ten zuiden van het huis, de bijzondere uit 1900 stammende kas Lorisisk geplaatst, herkenbaar aan de gebogen ramen. Wanneer we door de zuidelijke Breenklaan lopen, zien we aan het eind nog een rijksmonument. Een monumentale vakwerkschuur uit Rossum, die in 2016 naar het landgoed is verplaatst, zodat deze als Twentse erfgoed bewaard zou blijven. Binnen en buiten het huis vinden we nog diverse familiewapens. Binnen in het huis boven de schouw in de grote zaal bevindt zich het familiewapen van de eerste bewoners, de familie Moerbekke. Buiten boven de linker toegangsdeur het wapen van Everard Benting en zijn vrouw. Boven de rechter toegangsdeur die van de familie Zegers. En boven de beide grote ronde deuren familiewapens van latere Bentings. Natuurlijk mag het familieteken van de familie Van Rooy niet ontbreken. Het gebrandschilderd raam in de keuken is door Matthijs Van Rooy zelf ontworpen. Links de bloem die staat voor schoonheid, huiselijkheid en rust. En rechts een scheepje dat het ondernemen en avontuur uitbeeldt. Domus nostra mundus est. Ons huis is de wereld. Thank you.
Dankzij de inzet, liefde en toewijding van het Twentse echtpaar Van Roy is Brekkelenkamp als havezate voor Twente bewaard gebleven. Zij hebben Huis te Brekkelenkamp zijn ziel en status teruggegeven.